Europa's grootste kerststal is het afgelopen weekend geopend in Museumpark Orientalis. Fred van der Zwet en Roel Den Dulk hebben bijna twee weken lang gewerkt aan de opbouw van de stal. Met bijna 1800 miniatuurfiguren van mens en dier bouwt de duo al 20 jaar traditiegetrouw ieder jaar hun stal. Dit jaar is het werk van de mannen voor het eerst en voor het laatst te bezichtigen in Nijmegen. Na al die jaren houden Fred en Roel het voor gezien. Onder andere het fysieke aspect van de bouw begint voor de bouwers een last te worden. De kerststal is voor groepen vanaf 10 personen te bezichtigen in Museumpark Orientalis. In het weekend van 15 en 16 december is er een speciale weekendopenstelling.